Dit is het weersjournaal van Weerplaza. Nederland heeft te maken met wel wat bewolking. Maar die bewolking is ook weer niet al te dik. Af en toe schijnt de zon er tussendoor en het weerbeeld is vrij rustig. Een frontaal systeem ligt ten zuiden van ons land. Daarachter zit. Even wat koelere lucht, maar geleidelijk komen we de komende 24 uur toch weer in zachtere lucht. De computer laat dat goed zien. Er zijn wel wat wolken in onze omgeving. Die wolken zullen best van tijd tot tijd voorkomen. De neerslag zit er eigenlijk niet bij. En in de loop van vrijdag komen we dan in zachtere lucht terecht. Klaart het steeds verder op. De invloed van een hoge drukgebied wordt merkbaar en de temperaturen gaan steeds verder omhoog. Het wordt een heel rustige periode de komende dagen. Nou, vanavond hebben we nog wel te maken met wolkenvelden. Hier en daar een paar opklaringen. Neerslag. Vrijwel nergens en temperaturen van 11 tot 13 graden. In de nacht daalt het kwik in het oosten naar een graad of 8, in het westen naar zo'n 11 of 12 graden. Het kan wat nevelig worden hier en daar, misschien een enkele mistbank. En verder zijn het ook nog wel wolkenvelden, de meeste opklaringen in het zuiden van het land. Dan gaan we naar morgen. Dan trekken er vrij veel wolken over. Maar in de loop van de dag schijnt eigenlijk overal ook wel af en toe de zon. Het wordt 18 of 19 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. En die wind die wordt de dagen daarna steeds vaker zuidelijk en neemt ook nog ietsjes in kracht af. betekent meteen dat de temperaturen omhoog gaan. En vooral ook dat de kans op zonneschijn sterk gaat toenemen. Zaterdag nog wolkenvelden. En vooral in het zuiden veel zon. Zondag en maandag op veel plaatsen de zon in de hoofdrol. En in het zuidoosten van het land kan het dan zelfs 24 graden. Worden. Het duurt ook wel even voordat er wat koeler weer aan gaat komen. De warmste dag lijkt wel de maandag te zijn, maar daarna is het ook niet meteen afgelopen. Voorzichtig lopen de temperaturen iets omlaag, dat wel, maar het gaat allemaal niet heel erg snel. Tegelijkertijd zien we dat de verschillen tussen dag en nacht aanwezig blijven. En dat kan vaak alleen op het moment dat er sprake is van redelijk helder weer, en daar horen natuurlijk ook niet al te grote neerslagkansen bij. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl